Dames en heren, houden we nog een beetje vol. Vinden jullie het leuk? Kijk. Normaal beginnen mensen of met flessen te gooien of met teddyberen. Dat valt gelukkig van alles mee. Ik heb de zaal vol, maar er zijn nog 10, 20 mensen die ook graag willen werken. Ja, volkomen terecht. Je wordt net een half uur populair. Ja, nee, dat is... Ik snap het helemaal. Dames en heren, ik ga naar hoofdstuk 2. En dat gaat over film en cliché. En eerst hoofdstuk ben ik echt dat filosofische aspect verder gaan onderzoeken. En in het tweede hoofdstuk ben ik echt naar films gaan kijken. En ik ben ook heel bewust... Welkom allemaal. Ik ben ook... Ik heb me van tevoren ook als onderzoeker de vraag gesteld. Hoe wil ik film gaan bestuderen? Nou, ik wou het niet als organisatiewetenschappen gaan bestuderen, maar echt als... Voor zover dat mogelijk is, als filmmaker, als cineast. Ik wou weten wat de regisseur dacht. Ik wou echt vanuit de film, vanuit het medium film, zelf film gaan onderzoeken. En ja, hoe doe je dat dan? Je gaat een belachelijke hoeveelheid films kijken. Je probeert, je leest allerhande stukken over film, over regisseurs. Je praat met mensen en vooral het kijken naar. En je ontdekt eigenlijk een wereld, en dat heeft dat onderzoek mij zeer zeker geleerd. Je ontdekt een hele nieuwe wereld. En hoe verder, hoe dieper je erin duikt, hoe fascinerender die wereld wordt. En dat zullen we allemaal herkennen. Als je ergens echt gepassioneerd aan raakt, dan kan het je meeslepen. En dat is wat gebeurt onder andere met film. Nou, ik noem een paar regisseurs en dan ga ik naar de films die ik ook bespreek in het boek. Erg onder indruk geraakt van John Cassavetes. Vooral de film Minnie and Moskowitz, waar jullie hier een plaatje van zien. Het verhaal is niet zo belangrijk, dat is ook bij die moderne film. Het gaat nooit om het verhaal of om de beelden. Het gaat eigenlijk, het is niet figuratief of narratief, maar het is eigenlijk, er zit een bepaalde kracht in die film die je wakker schudt. Het zijn twee volstrekt onwaarschijnlijke karakters die eigenlijk niet bij elkaar horen. Links Minnie, rechts Simon Moskowitz, maar met een geweldig mooie snor. En met nog een kleine interruptie ook van Zamo Swift. Eigenlijk de hele film is een aaneenschakeling van volstrekt bizarre figuren. Die mij overigens erg aanspraken. Hier zien we Simon Moskowitz, de man met de geweldige snor. Je vraagt je af hoe komt hij erbij, maar hij is een volstrekt eigen karakter. Het boeit hem ook niet wat anderen van hem vinden. En op een gegeven moment besluit hij dat hij verliefd wordt op Minnie. En dan zou je denken, nou doe dat nou niet, dat gaat niks worden. Maar hij kon er verder ook niks aan doen. Hij is ongeremd en hij verliest ook zijn zelfbeheersing. En hij schreeuwt tegen Minnie dat hij van haar houdt. En op een gegeven moment weet hij ook niet meer. Hij kan niet meer redeneren. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Hij weet niet meer hoe hij die vrouw, van zijn vrouw, van zijn grote liefde, hoe hij die voor zich moet winnen. En in een vraag van verstandsverbijstering. En krijgen ze nu vraag van hoe loopt het af? Dan zullen ze zeggen, nou dat gaat niks worden. Of ze worden verliefd of weet ik wat. In een vraag van verstandsverbijstering. Denk ik dan, knipt hij zijn snor af. En het is een enorm emotionele scène. Ik bedoel, tranen en dat soort toestanden. Maar, en dan wordt Minnie inderdaad verliefd op hem. Ik weet niet of er veel mensen met snorren zijn die van plan zijn om... Maar, ik weet nog niet of het een les is. Andere film, die regisseur Guy Madden, Canadese regisseur uit Winnipeg. Vooral zijn film My Winnipeg. Heeft mij, vond ik echt fantastisch en ik heb er ook een lezing over gegeven, een andere einde van de wereld. En zijn film My Winnipeg, wat gebeurt op een gegeven moment, er is een manege, er ontstaat brand door kortsluiting, veroorzaakt door een eekhoorn. En de manege vliegt in brand en de paarden rennen naar buiten en rennen eigenlijk in de rivier die langzaam aan het bevriezen is. En ze vriezen vast in die rivier en alleen hun hoofden komen nog erbovenuit. Het zijn, ja, voor zover het te zien is. En ja, er kan natuurlijk ook van alles gebeuren met die paarden en die rivier, maar het wordt eigenlijk een attractie. En verliefde paardjes gaan er naartoe om de liefde nog mooier te maken of, ik weet niet, ze zien er gelukkig uit. Andere belangrijke regisseur, Takeshi Kitano. En wat Japanse films vaak hebben, maar het je kunt niet specifiek terugleiden tot Japan, denk ik. Maar dat is ook eigenlijk het emotieloze. Er worden vingers afgesneden. Een gebruik, een ritueel in Japan, dus voor degenen die naar Japan gaan, kijk goed.
Iemand dreigt met zelfmoord om de loyaliteit naar zijn baas te bewijzen. Nou, dat is nog eens organisatie. Ik heb het in de praktijk nog niet meegemaakt, maar goed, wie weet, kan het er komen. En hij pleegt ook zelfmoord. Heeft overigens weinig zin, maar ja, dat hadden we natuurlijk van tevoren kunnen zeggen. Veel bloederige taferelen, maar vooral de stilte, het weglaten van de emoties, schetst ons eigenlijk een wereld die voor ons volstrekt vreemd is. En die ons daarmee, en dat is het hele idee achter die films, aan het denken zet. Er wordt geschoten of er wordt zelfmoord gepleegd. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het leven betekent niks meer. Andere film, er zijn nog een paar voorbeelden. Executive Koala. Ook daar had ik het genoegen om bij de première te zijn. Wederom aan het andere einde van de wereld. Het gaat over een koala-beer die manager is. En hier zien we hoe die op een telefoon probeert een tekstbericht, een sms-bericht te sturen met zijn klauw. Hier geeft hij een presentatie aan mensen die het blijkbaar heel normaal vinden. En uiteindelijk blijkt hij dan toch wel iets van een massamoord over zich te hebben. Dus het komt dan maar goed met de koala. Ja. Nou, en zo kom ik eigenlijk bij de eerste film die ik in het hoofdstuk bespreek. Ik ga er zoals gezegd niet te diep op in, omdat ik weet, jullie willen het graag gewoon het boek moeten lezen. Er is overigens boekverkoop achterdoor. Dames en heren, toch even zeggen. De eerste film die ik bespreek is Existence van de Canadese regisseur David Cronenberg. En dat is een film over mensen die in een spel terechtkomen. En ze zeggen op een gegeven moment, the world of games is in a trance. Dus die wereld van die spellen is aan het veranderen. En we komen er, dus de hoofdrolspeler die langzaam door dat spel heen beweegt. En die haar, ook zij wordt neergeschoten, die haar tegenspeler zegt, break out of your cage. En je moet je openstellen voor alle mogelijkheden van het spel. En op een gegeven moment, het is niet zo moeilijk om de associaties ook naar de spelende mens van Huizinga te leggen. Op een gegeven moment komen we erachter dat het eigenlijk, dat ze niet in het spel zitten, maar dat ze het leven spelen. En dan wordt het natuurlijk ontzettend interessant. En vooral op een gegeven moment als ze zeggen, you got to play the game to find out why you are playing the game. Dus met andere woorden, je weet niet vooraf wat er gaat gebeuren. Nee, maar door dingen te doen, kom je erachter of dat wel of niet werkt. En dat is ook, denk ik, een redelijk tegenraadse opvatting. Of zoals Lene in mijn kader zegt, een anarchistische opvatting. Relatie tot organisaties, want je wil van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Je wil weten hoeveel geld gaat kosten, hoeveel manuren is er nodig, wat zijn de effecten, allemaal dat soort zaken. Maar je komt er pas achter door de dingen te gaan doen. En dat is natuurlijk bijna onmogelijk om dan een organisatiewetten te vatten. Nou, het wordt op een gegeven moment een redelijk bloederige bedoeling. Hygiëne speelt een belangrijke rol. Hier zien we een plaatje van iets wat vroeger een fabriek voor chips was, maar nu worden gemuteerde vissen of wat op vissen lijken, hagedissen verwerkt. En we zien hoe hygiëne eigenlijk een heel ander beeld heeft als wij dat in organisaties kennen. Het clean, de clean business en allemaal dat soort zaken. En we zien één heel belangrijk aspect van die hygiëne in de film en dat is de tong. De tong van de hoofdrolspelers zorgt voor hygiëne. We zien dat hier mooi verbeeld. Ze gebruikt haar tong om de zaak clean. En ook, hij ziet natuurlijk ook zijn kans rijp. En ook de tong in relatie tot hygiëne is redelijk ongebruikelijk in organisatie. Jonge. Maar misschien na vanavond niet meer. De tweede film die ik bespreek, en ik doe het heel kort, hè, want het boek is fantastisch, dames en heren. Daarachter is het kopen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De tweede film is Do the Right Thing. Speelt zich af op de heetste dag van het jaar in een wijk in Brooklyn. Bed-Stuy, Stuyvesant. De hoofdrolspeler, de mayor, de plaatselijke dronkaard. Mensen lopen rond, schijnbaar doelloos. Niemand weet wat ze precies zijn aan doen, behalve dat ze tegen iedereen zeggen, get a fucking life. En wat dat is natuurlijk volstrekt onduidelijk. Twee gasten worden woest en er ontstaat ook wat agressie. En die schreeuwen tegen een pizzeriehouder, we want some brothers on that fucking wall. En ja, het leidt uit redelijk zinloze acties, leidt tot een hoop ellende. En heel belangrijk is de mayor, en dat is het laatste plaatje wat ik van deze film laat zien. En die wil op een gegeven moment, hij wil zijn vaste merk Miller High Life, wil hij in de winkel hebben.
En dat hebben ze niet, dat verkopen ze niet meer. En dan wordt hij uiteraard boos. I want some Miller High Life in this fucking joint. Hij wil dat bier drinken. En het typische is, hij wordt overal weggezet als een alcoholist, als een zatlap, als een zinloos figuur. Maar op het einde van de film, als alles uit de hand loopt, is hij de enige die nog een heldere blik heeft. En daar drink ik hiervoor. Zoals ik zei, goed voorbeeld doet volgen. Zoals ik zei, alcohol speelt een rol en het is ook vooral niet die eenzijdige kijk op en niet die het is goed of het is slecht. Nee, er is altijd een wereld achter. De derde film die ik speel, die bespreken ze Clerks. Twee winkelbedienden die eigenlijk ook twee karakters, twee tegenstelde karakters vormen. En waarvan de ene zegt, de ene wil klantvriendelijk zijn, de andere zegt van you feel a lot better if you rip into the occasional customer. Hey, je moet de klanten niet vriendelijk behandelen, hè, maar vertellen wat je ervan vindt. Het meer bij jezelf houden. Een discussie die ze hebben of title dictates behavior of je functieomschrijving. Of die jouw gedrag helemaal bepaalt of dat jij daar nog een vrijheid in hebt. De ene zegt van niet, de andere zegt van wel. Nou, dat zijn op zich relevante discussies. En wat de rechtse figuur Randall ook zegt, this job would be great if it wasn't for the fucking customers. Nou ja, goed, daar zal ook geen baan meer overblijven, maar... Dames en heren, dat over film. En ik ben hier bewust kort heen gegaan, want in het boek heel in Chameleon, heel Kensitze-style beschreven staat. Derde hoofdstuk. Hoe laat is het eigenlijk? Pauze. Ik hoor iemand pauze roepen. Ja. Dames en heren, willen jullie pauze? Ja. Ja? Hoor ik een ja? Nee? Oké. Okay. Ik ga nog even door en daarna pauze. Ja, dat is overigens mijn baas, daar moet ik goed naar luisteren. Dus, ja, ik dacht, iedereen heeft een dat ze